Vandaag zijn we met mevrouw Wijngaard. Paul Loermans, wethouder in Wijchen. We hebben een samenwerking dus met de gemeente. Onze leerlingen in de onderbouw die gaan het uitvoeren. Waar gaan ze dat dan uitvoeren? Nou, hier in de omgeving, dus op het campusterrein in Wijchen. En dat is echt om de school, maar ook aan de andere kant. Dus achter de hockeyvelden en bij de Arkers. Daar wordt ook schoongemaakt door de leerlingen. En in totaal gaan bijna 500 leerlingen schoonmaken. Dus door het hele jaar heen, elke keer een andere klas. En waarom wordt dat gedaan dan? Nou, het wordt gedaan omdat we het belangrijk vinden. Kijk, wij leven allemaal samen in Wijchen. En we vinden het belangrijk dat leerlingen ook leren dat je samen verantwoordelijk bent voor je leefomgeving. En bovendien is het ook nog zo dat wij zijn UNESCO-school. En een van de dingen die, een van de pilaren, dus de dingen die belangrijk zijn, is dat je leert samenleven. En volgens mij leer je zo heel goed samenleven als je samen ervoor zorgt dat iets veilig is en schoon is. Als ze het een jaar gedaan hebben, dan komt er een cadeau vanuit het project naar de school. En daar kunnen jullie het met elkaar over hebben. Het moet iets voor school zijn. Het zou iets kunnen zijn wat op het schoolplein kan. Een zitbankje of zoiets dergelijks, daar kun je aan denken. Maar goed, dat kunnen jullie zelf met elkaar gaan bepalen. Mijn mentorklas is goed bezig met opruimen. Ik denk dat het een goede zaak is. Dan zien ze dat er best wel wat troep rondom de school zwerft. We ruimen het een keertje op in de hoop dat ze iets meer aandacht daarvoor krijgen. En als school zorgen wij ervoor dat de omgeving ook een beetje schoon blijft. Het is leuk. Ik vind het vooral goed voor de omgeving. Oké. Okay. Ja, ik gooi gewoon in de prullenbak op een kliko. Nou, is toch mooi dat ze dat doen. Dan weten ze ook dat ze zelf geen troep meer naar buiten moet gooien. Dus. Dan wordt die groep weer een stukje schoner. En ja, dan is tenminste schoon. Ja,